Welkom bij de presentatie Cijfers in Beeld. Deze concurrentieanalyse gaat over de positionering van Mondriaan ten opzichte van de concurrentie. Mondriaan is een middelgroot ROC in de regio, waarbij Alberda en Zadkine groter en ID en ROC Leiden kleiner zijn wat betreft de studentenaantallen. Mondriaan heeft de meeste voldoendes in vergelijking met de omliggende ROC's, namelijk 6. De andere ROC's zitten hier ver boven. ROC Leiden heeft er bijvoorbeeld 22, Alberda 15, Zadkine 24. Volgens BIM stroomden er in 2014 5.741 nieuwe studenten in bij Mondriaan. Tussen 2015 en 2020 vindt een studentendaling plaats van 630 in de regio Haaglanden. Deze geprognosticeerde daling betreft dus niet alleen een afname bij Mondriaan. Den Haag, Delft, Westland en Zoetermeer leveren de meeste studenten aan Mondriaan. In de sectoren techniek, handel, administratie, bouw en zorg liggen kansen voor onze studenten. Het gaat om specifieke beroepen. Dit heeft het UWV geanalyseerd. In 2014 zijn er volgens het CBS 65.000 ZZP'ers bijgekomen in Nederland. Dit aantal neemt de komende jaren verder toe. Ondernemerschap wordt volgens het CBS dan ook steeds belangrijker. Het jaarresultaat daalt licht en het diploma-resultaat stijgt in 2014 in vergelijking met voorgaande jaren. Ook de doorstroom naar het HBO neemt volgens Duo toe van 835 in 2011 naar 1325 in 2013. Dit is inclusief de indirecte instroom naar het HBO. In de regio Haaglanden vindt 78% de stage leerbaan. Landelijk is dit 76%. Van de werkzoekende jongeren tot 27 jaar in de regio Haaglanden heeft volgens het UWV 55% geen startkwalificatie. Landelijk is dit 47%. Dit is het einde van deze presentatie.